Hoi allemaal, vandaag wil ik weer een eerste indruk video opnemen en dit keer niet van make-up, maar iets voor mijn haren, namelijk deze krultang van Babyliss. Ik had nog een cadeautje te goed staan van een bol.com bon van de buur gekregen omdat ik op hun huis had gepast. Super lief en daar heb ik deze krultang van gekocht. Want ik heb best wel wat krultang. Heb je het echt nodig? Nee, natuurlijk niet. Maar ik miste eigenlijk nog wel een echt grote tang met een klepje. Nou weet ik dat je bij klepjes soms van die hoekjes zeg maar in je haar krijgt. Maar ik heb daar zelf eigenlijk nooit zo'n last van. En ik vind klepjes gewoon vooral heel fijn als ik heel snel iets even wil doen. Dus dan doe ik zeg maar zonder klepje. Dan doe ik meerdere strengen eromheen. Maar met het klepje, ik heb een kleinere zeg maar. En dan doe ik gewoon in vier delen. Of nou eigenlijk vijf. Deze kant drie en deze kant twee. En dan zit het, weet je, voor een avond of zo meteen goed. Dus dat wilde ik eigenlijk graag nog wel. Ik heb dus deze gekozen. Deze is 32 mm. Er was er ook nog een van 38 mm. Maar dat werd me wel heel erg grove slag. Zeker omdat mijn haar niet meer zo super lang is. Dit is de Sublime Touch. En deze heeft de controle en respect voor je haar. Dat is altijd fijn. Dit is de Babyliss Pro 180 32 mm. Volgens mij heette die iets van op bol.com. Iets van, nou ja, Babyliss Pro krultang en dan C332 of zoiets. Nou, laat maar gewoon gaan uitpakken. Ik moet zeggen dat ik niet heel veel Babyliss tangen heb. Ik heb vooral Remington en ik heb mijn favoriete set van waarom kom ik nou niet op de naam? Noomi. Zo, eens even nadenken. Dan heb ik zo'n set met drie tangen, zeg maar. Nou, dit is hem. Dit is zeg maar de breedte van mijn hand. Zo kan je een beetje het verschil zien. Ik vind hem er wel ook mooi uitzien. Even kijken. Hier staat nog een soort minimum maximum op. Er zit hier ook een heel lastig ding om het snoer heen. Even uitzoeken hoe ik dat eraf krijg. Ik ga hem in ieder geval in het stopcontact doen. Het is een redelijk lang snoer, ook meedraaiend, altijd praktisch. Maar het snoer is ook best wel lang. En dan heb je hier nog zo'n dingetje, zodat je hem als standaard neer kan zetten. Oké, hij is nu, ik heb hem nu aangezet op dit knopje. En dan gaat hij nu knipperen, denk ik, totdat hij warm is. En hij staat nu op de min. En ik zet hem op 6, denk ik maar. Want hier staat, oh nee, ik zet hem op 7. Nou, dat kan je gewoon draaien. Dan zet je hem, ik weet niet of je het een beetje kan zien. Hier staan allemaal standen op het randje. En dan kan je hem draaien. En dan staat 5 tot 7 is normaal of gekruld of golvend haar. Nou heb ik op zich fijn haar. Maar ik ga hem toch op deze stand zetten. Hij wordt al warm. Ik zet hem even op de standaard neer. En dan ga ik ondertussen mijn haren borstelen. Ik heb mijn haren dus net gewassen en gefeund. Ik heb er dit in gedaan. De Garnier Densify Volume & Mask Maker. En dus die heb ik ingedaan als een mousse. Op nat haar. Oh, hij is warm, zie ik. Nou, dat gaat super snel. Nou, dat was denk ik, hoe lang was dat? 30 seconden of zo. En dan kunnen we aan de slag gaan. Ik denk dat ik even dit deel van mijn haar zo nog hierbij even omhoog doe met een clip. Want ik ga verticale strengen doen. Dit clipje weer naar beneden. Nou, laten we maar gewoon beginnen. Ik maar eens even met de voorste streng. Niet al te groot. Ik gebruik het schermpje als spiegeltje. Oh, ik zie al wel dat er één streng is uitgevallen. Nou, dat doe ik zo nog even snel. Het wordt warm, maar niet super heet. Ik weet ook eigenlijk niet wat er maximale stand. Dus dat zal ik zo nog even opzoeken. Dat is ook niet al te strakke krullen. Oh, dit is wel een mooie krul. Volgens mij zie ik ook niet echt knikjes. Ik doe nog even een kleine plukje. Kleine plukje is altijd heel kort.
Nou, ik zie nog niet zo snel ergens een knikje of zo. Ja, hier een klein beetje. Maar dat vind ik niet erg. Nou, pak ik weer een streng. Je kunt natuurlijk ook om en om doen, maar ik vind het meestal met die met klepjes vind ik het makkelijker om het gewoon één richting op te krullen. Nou, ik denk dat ik hem er een kleine 10 seconden in hou. Wat ik ook nog wel eens doe is dat ik hem er één keer doorheen haal, zodat de streng goed warm is en dat ik hem dan pas krul. Kijk of dat nog verschil maakt. Even het totale haar zien. Ja, dan wordt hij iets gekrulder. Kijk, en hier zie je wel een beetje een knikje. Maar niet heel erg noemenswaardig. Gaan we doorkrullen. Ik heb hem op de standaard gezet, zodat ik weer een nieuw plukje kan pakken. Best lastig zonder spiegel. Tenminste, alleen het schermpje als spiegel. Nou, ik vind dat hij wel heel makkelijk werkt. Soms heb je van die tangen dat, weet je, dat er iets in blijft hangen of dat hij in elkaar draait of zo, maar dat is helemaal niet. Hij wordt ook wel gewoon goed warm. Ik heb niet het gevoel dat hij... Ja, soms heb je zo'n tang die dan warm koud. Maar dat gevoel heb ik nog niet. Nou, dit kan hij ook prima aan. Andere kant. Ik zit nog even op de verpakking te kijken. En ze hebben er eentje van 19 mm, eentje van 25 mm... het is dertig is denk ik een beetje het formaatje wat ik heb. Alleen heb ik hem dan niet van Babyliss volgens mij. Eentje van 32 dus, dat is deze. En dan nog eentje van 38 mm. En die is echt heel groot. Dat is denk ik wel heel mooi als je bijvoorbeeld langer haar hebt. Een stuk langer. Ja, misschien ook al met kort hoor. Alleen dan heb je gewoon echt een soort echt een soort slag. Dat kan natuurlijk prima. En ik hou op zich ook wel van slag, maar bij mij zakken krullen, als ik het niet goed doe, kunnen ze vrij snel uitzakken. Dus dan wil ik ze, begin ik graag met wat strakker, zodat ze dan de rest van de tijd mooi een beetje losvallen. Maar dit is gewoon sowieso al een slag. Ik moet zeggen dat ik het idee heb dat mijn haar nog niet helemaal kurk en kurk droog is. Wat meestal niet echt heel erg voordelig werkt voor de houdbaarheid van krullen. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ben vandaag ook aan het vloggen. Dus als je daar benieuwd naar bent. De vlog staat denk ik ongeveer gelijk. De vlog komt altijd op zondag. Dit komt denk ik op zaterdag. En ik denk dat het dan of de vlog van morgen is. Of die van vorige week. Dus dan kan je zien hoe het het hele weekend houdt. Nou, de laatste pluk. Die doe ik meestal niet helemaal tot boven. Dan haarspray. Ik gebruik die van Elnette. Mijn batterij was net op, dus ik had al wat gespreid. Dit is de sterke fixatie volume excess. En dan ga ik ze zo even uitschudden. Maar op zich ging het heel makkelijk. Ik vind het, het werkt in ieder geval heel fijn. En dat was het hele idee bij zo'n eentje met klepje. En ik moet zeggen, nou die knik valt echt heel erg mee. Laten we ze even losschudden. Ik borstel dat trouwens nooit. Ik doe dat altijd met mijn vingers. Ik vind dat borstelen bij mij nooit heel mooi worden.
En dan is dit het uiteindelijke resultaat. Ik ben best wel blij met de krultang. Of eigenlijk ben ik heel erg blij met de krultang. Ik vind het een mooi effect. Ik ga kijken hoe het houdt en dan weet ik of ik helemaal super tevreden ben. Dus als je daar benieuwd naar bent, kijk vooral even mijn vlog. Want ik weet niet of het straks nog helemaal lekker licht is. Maar ja, ik vind het wel een mooi resultaat. Wat vinden jullie ervan? Laat vooral eventjes weten of je het wat vindt. Ik vind het wel heel mooi. Ik zal het even zo laten zien. Het is gewoon een grove slag. En dan zeker als je hier nog een beetje textuur en zo. En dan wordt het gewoon lekker messy. Daar ben ik gek op. Ja, ik ben er heel blij mee. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Laat vooral eventjes weten. En ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze eerste indruk te zien. Als je dat vond, zou ik het super leuk vinden als je wilt abonneren op mijn kanaal. Blondie Beauty Fashion. Door hier op de bal te klikken. En ik wil jullie super bedanken voor het kijken. En ik zie jullie snel.